We waren dus in de jaren 60, toen woonde ik hier als klein jongetje verderop in de wijk. En er werd hier werden opgaven in gedaan. En dan ga je als klein jongetje dat kopiëren, nadoen. En ik ben ook aan het graven geweest hier in dit grasveld ergens. Ik heb daar zo'n grote grijze naald gevonden met een gat erin. En ik vond dat interessant en met mijn moeder samen ben ik naar het RMO gegaan om te vragen wat dat zou kunnen zijn. En die zeiden, dankjewel, wat leuk dat je dat gevonden hebt. En toen was ik hem kwijt. Park Matilo kreeg in 1996 landelijke bekendheid door de vondst van dit Romeinse ruitermasker. Onder het park ligt een Romeins legerkamp dat een aantal jaar geleden op ware grootte is herbouwd. En nu komt dit rustige stukje Leiden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te staan. Dat is de Champions League en dan de Wereldcup. Want in wat voor lijstje kom je dan terecht? Colosseum, Taj Mahal, de piramides. En dat terwijl het legerkamp vooral onder de grond ligt. En het is één van de in Nederland 20 forten die de Rijn bewaakten als hele belangrijke transportbaan tussen Germanië en Gallië en de Noordzee en Britannia aan de andere kant. Park Matilo zal niet meteen drommen toeristen trekken omdat het buiten het centrum ligt. Toch is de buurt er wel heel trots op dat hun rijke geschiedenis op de werelderfgoedlijst komt. Ja, gaaf. Heel gaaf natuurlijk. Hartstikke mooi en daarmee doe je ook recht aan dat stukje geschiedenis wat hier echt ligt. Het is geweldig natuurlijk. Het is zo bijzonder dat je hier woont aan zo'n prachtig monument. Het feit dat je dus weet dat je op de bebouwing woont of dat je in een plek woont waar al 2000 jaar geleden ook mensen rondwandelen, rondbanjeren. Ja, dat is gewoon heel erg gaaf om dat te zien en te weten.